In de volgende podcast Sta op en schitter neem ik Anja, jullie mee in korte overdenkingen. Als christenvrouw, moeder en echtgenote wil ik u moedigen en aansporen om op te staan en te schitteren. We zijn niet gemaakt om in Gods koninkrijk stil te zitten en iets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. In de eerste plaats zien we voor God, daarna zien over ons gezin, onze partner of onze geloofsgenoten. En als gevolg zullen we dan ook schitteren in de wereld. Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vorige week had ik het over vuur en de Heilige Geest. Vandaag ga ik hier verder op in. Volgend weekend vieren we namelijk Pinksteren. En Pinksteren draait om de uitstorting van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord Pentekoste, wat vijftig betekent. Het is dan ook de vijftigste dag na Pasen. Ook wordt er gesproken over de dag van de volheid. Pinksteren draait om de uitstorting van de Heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus. Het is een bijzondere feestdag, waarbij we ook gedenken dat Jezus verder leeft door de geest van God. Het is een feest dat gaat over iets helemaal geestelijks, iets onzichtbaar. Het Pinksterfeest staat beschreven in Handelingen 2, versen 1 tot met 13. Dit thema en deze versen heb ik reeds besproken in uitzending 80. en Dat kan steeds opnieuw beluisterd worden als je hier wat meer wilt over te weten komen. Vandaag wil ik het hebben over adem. En dit sluit goed aan bij het Pinksterfeest. Maar dat zal zo meteen duidelijker worden. Adem. Als we gezond zijn, dan ademen we allemaal automatisch. Gemiddeld ademen we zo'n 20.000 keer per dag. Het is dus maar goed dat we er niet moeten bij nadenken. We staan vaak pas stil bij onze ademhaling wanneer we door een inspanning naar adem snakken. Voor sommigen van ons is het misschien een paniekaanval dat ervoor zorgt dat je stilstaat bij je ademhaling. Voor anderen is het door een allergische reactie dat ze stilstaan bij hun ademhaling. Eén ding is duidelijk: dat je terwijl je naar adem snakt zeer goed beseft hoe belangrijk adem is. Personen met een ademhalingsaandoening kunnen hiervan uitvoerig meespreken. Dus als je een gezonde ademhaling hebt, wees er dan van bewust en dankbaar voor. In de Bijbel is er ook sprake van adem. De eerste keer vinden we terug bij de schepping. In Genesis 2, vers 7 staat er: Toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Het scheppingsverhaal laat zien dat God de gever is van het leven. De mens is niet geëvolueerd vanuit een aap of ander schepsel. Nee, we zijn gevormd door God. God heeft de stoffen gemaakt en heeft vervolgens uit stof de mens geschapen. Bij het woord vormde denk ik aan het beeld van de pottenbakker. Hij start met stof en voegt er dingen aan toe tot er iets moois gecreëerd wordt. De mens is uiteindelijk veel meer dan een fysiek lichaam. Daarom blest God Zijn levensadem in de eerste mens, in Adam. Dat wijst op het feit dat God de bron van het leven is. We mogen dus ieder daarbij stilstaan dat we geschapen zijn naar het beeld van God, dat het ook Zijn adem is die we hebben. Nu neem ik een sprong naar de adem van Jezus. Jezus. Ademde zoals wij. Maria en Jozef, de ouders van Jezus, mochten erbij zijn wanneer hij voor de eerste keer ademde. Bij een geboorte is het fantastisch om te horen dat je kind ademt. Dit moet ook zo zijn geweest bij de geboorte van Jezus. Maar bij ieder leven hoort ook een einde. We starten met een inademing en eindigen met een uitademing. Over de laatste adem van Jezus lezen we in Marcus 15, versen 33 tot en met 37, het volgende. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabatana'. dat is vertaald: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en het hoorden, zeiden: Zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: Hou op. Laat mij zien hoe Elia komt, om hem eraf te nemen. En roepende met luide stem, gaf Jezus de geest. Jezus stierf van het kruis en hij gaf de geest. Letterlijk staat er, hij gaf de adem. Hij blies zijn laatste adem uit als mens. Maar dit was niet het einde. Jezus werd begraven en stond op uit de dood. Hij verscheen verschillende malen, eerst aan Maria Magdalena en nadien aan de zijn discipelen. We lezen het in Johannes 20, versen 19 tot en met 22 waar staat. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus, en hij stond in hun midden en zei tegen hen, Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, Zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Jezus kwam binnen terwijl de deuren gesloten waren. Terwijl hij zijn handen toont als bewijs van wie hij is, zegt hij tot tweemaal toe: Vrede zij u. Met deze zin maakt Jezus het doel van zijn lijden duidelijk: Vrede maken. Tussen God en mensen. De tijd die daarna aanbreekt is anders dan voorheen. De discipelen worden uitgezonden, gezonden om het Evangelie te preken. Voor deze zending krijgen ze van Jezus de Heilige Geest. Als teken daarvan blaast Jezus op hen. Hij ademt als het ware de Heilige Geest in hun. Ook wij ontvangen de Heilige Geest bij onze bekering. Met het ontvangen van de Heilige Geest krijgen we als het ware een andere adem. En zo ook meer zuurstof in onze Geest. Die adem mogen we gebruiken om aan het werk te gaan in onze omgeving. En als we een leven leiden met God, zal ook deze geestelijke ademhaling vanzelf gaan. We zullen weten wanneer de Heilige Geest tot ons spreekt en we zullen ook de kracht krijgen om te doen wat Hij van ons vraagt. Het is alsof je traint voor een loopwedstrijd. Vraag mij vandaag om een loopwedstrijd te lopen, dan kan ik je vertellen dat het helemaal misgaat. Na een paar kilometer zit ik zonder adem, omdat ik niet getraind ben. Dit is ook zo op geestelijk vlak. Hoe meer je traint en Gods woorden leest, hoe gemakkelijker het is om geestelijk te kunnen ademen. Adem in en adem uit. De Heilige Geest woont in ons en is aan het werk in ons. Halen jullie ook maar eens diep adem? Ja, adem in en uit. Neem even de tijd om God te danken voor het feit dat je kunt ademen. Laat jouw hart zich vullen met dankbaarheid naar God toe. En stel je nu voor dat de Geest je longen vult met een frisse wind. Stel je voor dat je alles uitademt wat er in de weg staat. Om de persoon te worden waarvoor God je geroepen heeft. We zijn door onze bekering een nieuwe schepping geworden en krijgen hiermee een nieuwe Adem. Adem staat ook aan de oorsprong van onze mogelijkheid tot spreken. Door onze taal onderscheiden we ons van de rest van de schepping. Maar zijn we ons ook bewust van de kracht van onze woorden? Woorden geven gedachten en ideeën vormen. Ze kunnen opbouwen en vrede stichten, maar ook afbreken en ruzie veroorzaken. Onze levensadem en zo ook onze woorden zouden gelijk moeten lopen met het voorbeeld van Jezus. Onze adem is iets fantastisch en zonder zijn we dood. Zo is het ook met onze geestelijke adem. Als we de heilige geest niet hebben, dan staat de eeuwige dood ons te wachten. Dus sta stil bij je ademhaling, een geschenk van God die je ten volle mag benutten. Spreek over het scheppingsverhaal, hoe God de eerste adem gaf, over de laatste adem van Jezus, en ook over de geestelijke adem die ontvangt bij je bekering. De Heilige Geest is iets moois als je hem ten volle benut, maar sta er wel bij stil dat Gods Geest niets kan bereiken als wij niet kiezen om het gaan mee te werken. Pinksteren heeft alles te maken met die levende, hevende adem. Als iemand zijn laatste adem uitblaast, betekent het dat hij doodgaat. Wanneer iemand overleden is, zeggen we wel eens... hij of zij heeft een geest gegeven. Adem en geest zijn met elkaar verbonden. Op Goede Vrijdag, wanneer Jezus stierf, gaf hij de geest... Maar ook op een heel andere wijze gaf hij de Geest die avond dat hij daar ineens tussen zijn leerlingen stond. Hij blies over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Door dit te doen gaf hij zijn leerlingen een helper om de opgestane Jezus te verkondigen. Met die nieuwe adem hingen ze de wereld in, en dit mogen wij ook doen. Sta op, adem in en uit. En verkondig Jezus en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.twr.be. Bedankt voor het luisteren.